De brommobiel is populair. Elk jaar komen er honderden van die kleine 45 kilometer per uur autootjes bij op de weg. Maar ze mogen lang niet overal rijden en af en toe ontstaan er gevaarlijke situaties omdat ze tussen veel sneller verkeer terechtkomen. Tijd voor nieuwe regels dus. Het gevoel van vrijheid dat je krijgt, dat je gewoon lekker door kan rijden en dat niemand je in de weg zit, dat gevoel is erg fijn. Lekker toeren met de brommobiel. Voor Leenert van Gemeren uit Amersfoort een aangenaam tijdverdrijf. Maar je moet wel blijven opletten, weet hij uit eigen ervaring. Hij belandde door een fout in zijn navigatiesysteem bijna op de snelweg. De politie kwam hem van de weg halen. En die zeiden ook, je krijgt geen procesverbaal, want je hebt met je gedrag de wet niet overtreden. Maar het was wel gevaarlijk, meneer van Gemeren. Om andere brommobielers niet in dezelfde situatie te laten belanden, is van Gemeren een website begonnen. Op die website bied ik routes aan die veilig zijn voor brommobilisten. Veilig van A naar B en het liefste door het hele land. Op de site staan ook de verkeersregels voor brommobielen. En die zouden wat van Gemeren betreft best wel aangepast mogen worden. Neem bijvoorbeeld dit bord. Brommers mogen hier gewoon doorrijden, maar dit soort autootjes niet. Dus zijn we gedwongen om N-wegen te gaan nemen. N-wegen waar het overige verkeer 80 kilometer rijdt per uur en wij maar 45. Het verschil is erg groot en de veiligheid is in het geding daardoor. Om veiliger en vrijer te kunnen rijden zouden brommobielen op meer wegen toegestaan moeten worden, vindt van Gemeren. En de snelheid op N-wegen mag omlaag. Hoewel de ChristenUnie in de provincie dat laatste wel ziet zitten, is het zover nog lang niet. Voor brommobielers blijft het voorlopig extra uitkijken dus, of ze moeten even een kronkelroute downloaden.